Taïra! Mijn naam is Erik da Silva en ik ben hier met... Paulo da Silva. Wauw, mensen, jullie hebben lang gevraagd naar een voetbalvideo en hier zijn we dan. Vandaag gaan we een voetbalvideo opnemen. Wat is dat voor teken? Vandaag zit je met broekzak, pa. Mensen, hij daagt me alweer uit. Oké, mensen, ik heb er wel zin in. Als je voor team Paulo bent, reageer team Paulo. Als je voor team Erik bent, reageer team Erik. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en laten we nu gelijk beginnen. Yo, mensen, mijn naam is Paulo da Silva. Jullie kennen waarschijnlijk al van FC Straat en vandaag ga ik voor al mijn fans winnen van Erik. Mijn naam is Tigo Kotte, keeper van Milan 217. En vandaag gaan ze niet halen. Yo mensen, Erik da Silva op je beeldscherm. Ik ben de underdog, maar ik ga jullie vandaag laten zien dat ik Paulo ga grauwen. In deze video gaan we penalties nemen. Two touch. 1 tegen 1 met mannen in je rug. En 1 tegen 1 in de box. Wauw, let's go. Let's go. Oké, mensen, we gaan beginnen met de penalties. Maar voordat we beginnen gaan we even steen, papier, schaar doen. Degene die wint mag bepalen wie de eerste penalty neemt. Oké, 3, 2, 1. Gotcha, bitch. Woo! Mentale spelletje! Mentale spelletje! Paulo begint! Mensen, ik zeg je eerlijk oprecht. Ik gun Paulo alles toch? Maar vandaag gun ik hem niet! Hoi, hoi, hoi. Yo, je kijkt deze video, maar je bent nog niet geabonneerd. We zitten bijna op de 50.000 abonnees en ik heb jouw hulp nodig. Dus abonneer even. Abonneer even! Ben je al geabonneerd? Dankjewel, veel kijkplezier. Yeah! Ja! Dit is de eerste mentale spel! Kom even. Dit is de eerste mentale spel, zie je? Dit is heel mentaal. Dit is de eerste mentale spel! Zie je guy van? Hij is van mij. Kijk, als ik nu gewoon één Jusso knal schiet, gewoon. Die bal aan de goal. Kijk, dan weet Tigo dat gewoon... Dan weet hij dat het probleem is! Hij weet dat het probleem is! Laat ze zien. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh shit! Wat was dat? Hij weet dat het probleem is! Maar wat was dat? Hey, team Erik! Team Erik in de comments alsjeblieft. Kippen man! Dat weet ik niet! Wow, je weet van me. Weg! Ja! Vandaag gaan ze niet halen. Welke denk je? Weg! Yes! Ja! Ik zei het vandaag! Ik heb het ook genomen. Vier vandaag, hè? Vandaag gaan ze niet halen. Dit noem je niet mooi. Paul is aan de beurt. Ik ben gewoon aan het genieten van het spel. Ik heb niks te verliezen. Hij liegt. Ik heb niks te verliezen. Hij liegt. Oud pro-speler, Sporting, okay. FC Dordrecht, KC Tunnel. Hij heeft genoeg club gespeeld, bro. Hij weet wat is. Fortuna Sittard, links buiten scheurend. Kijk zijn highlights, Erik de Silva. Hij weet wat is. Hij laat lijken, want veel mensen kennen hem niet van Bali. Okay. Je gaat zien, hij is een speler. Maar maakt niet uit. Ik kom er vandaag halen. Rechtsboven. Check. Ik wist het! Yes! Yes! Maar daarom is hij mijn broertje toch? Hij ziet mij, hij wil het ook doen. Was niet erg. Vandaag laten zien dat ik Paulo ga grauwen. Takkie Phil. She guy van beneden. Keeper komt van. Oké, mensen. We hebben de penalty series gehad. Het enige totaal is mentaal. Mentaal! Mensen, we hebben de penalty serie gehad. We hebben allebei eentje gemist. We gaan over nu naar two-touch. Let's go. Wow! Dat is astonishing! What a goal! Oké, mensen, ik heb twee lage ballen van Paulo gehad. Nu ga ik twee hoge ballen krijgen. Ik mag één keer aanraken en gelijk afwerken. Wat een goal! Ja. That's astonishing! Ik kom erin. Tigo, jij hebt mij
toch? Jij bent toch? Ik ga niks zeggen. Tigo, jij bent toch? Ik ga niks zeggen. Ga. Tigo, jij bent toch? Ik ga niks zeggen. Tigo, jij bent. Ik ben die partij nu. Ik zie je bent geconcentreerd. Veel focus. Veel focus. Veel focus. Zijn we focus. Wee, wee. En we zijn net pas begonnen. We komen terug. Ik kom je halen. Kom on. Jullie wilden Mortal Kombat back zien, toch? Ik ben hier vandaag. Ik zeg vaak, je moet niet vertrouwen op de keeper, je moet vertrouwen op jezelf. We zijn Tigo's zelfvertrouwen aan het beschadigen. Oh. Maar jullie weten, Tigo is echt een goede penalty killer en een echt goede keeper. Hij maakt echt veel ballen. Mensen, Peter gaat de volgende 1 vs 1 pakken. We gaan nu door naar de 1 vs 1. Mensen, ik heb echt zin in deze 1 vs 1. 1 vs 1 is mijn ding. Oké, het is zijn ding. 1 vs 1 met mannen in je rug. Mensen, als je voor team Paulo bent, like. Als je voor team Erik bent, reageer in de comments. Team Tigo is er ook. En team Tigo is er ook. Abonneer dan. Als je team Tigo bent. Alle keepers reageer. Alle keepers reageer in de comments. Alle keepers reageer. Reageer team Tigo. 1, 2, 3. Ik zit aan je rug. Buddy, wat veel te vroeg. Hij was 2 seconden in de weg. Wee wee! Hoelala! 1, 2, 3. Hes. Barcheck, penalty. Mensen, ik had hem gewoon, maar ja, is niet erg. Ja! Chintori! Hij doet blij met de penalty, maar ja. 1, 2, 3, go! Gewoon simpel. Zo speelt hij. Zo speelt hij. Hij wil niet dichtbij bij de keeper komen. Gewoon simpel afmaken. Klaar. Alweer door de benen. Deze man is slapen op mij. Je moet van mij weten. Ik ben de echte Da Silva. Hij kan mijn broer zijn, maar ik leer hem nu even. Ja! Zeg eens. Ik zeg niks. Kaken, zeg eens. Wow, ja. Geluk. Hij wordt kap, hij wordt donsveel, net als mij. Dat gaat niet bij deze keeper. Je hebt gewoon geluk. Go! Hij is gewoon met stuiteren. Espresso stuiteren, espresso. Even. Doe opnieuw, herhalen. Tjoep, tjoep, schra, tjoep. Haha, Tigo. Snap, Erik. Zijk! Wat doe je, man? Er is gewoon verschil tussen mij en Paul Leeuw. Maar hij is snel afwerken. Maar ik wil allemaal te lang doen. Maar dit keer... Oh! 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 Laag die bal. Kom, kom! Hey! 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 En Erik! Hey! Ja! 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 Vandaag gaan ze niet halen. Hallo, waar ben je dan? Ja! Waar ben je? Ik hoor je niet. God, de man. Look at this dude. Kan wel eens gebeuren. Even spelen met mijn zoontjes. Je toch, kan gebeuren. Kan gebeuren. Waarschijnlijk. Hij gaat denken. Ik ga actie. We moeten het gewoon zakelijk uitspelen. Het is een familieschap. Je toch. Dus die domme acties als je net zag. Ga ik. Dus mis ik belangrijke punten. Dus we moeten even voor de zakelijk gaan. En deze man gewoon. Dames en heren, we zijn nu bij het moment aangekomen. De laatste challenge, 1 tegen 1 in de box. Erik staat op dit moment achter tegen mij, wat gewoonlijk is. Maar nu heeft hij zijn kans om gelijk te komen of te winnen. Of als hij naar huis te gaan. Okay. En dan weet hij dat hij thuis veel gaat horen van me. En voor alle mensen die kijken, Tabog Lord! Mensen, als je echt een trouwe kijker bent, reageer. Zodat ik weet dat je aan het kijken bent tot het eind. Ja!
Pa, de muur. Jullie weten niet van me. Opa Meccano. Voor de boys. Opa Eka. Linkerbeen van hem is niet daar. Niet hoog. Oh, dit? Niet laag, maar. En keeper! Ik had al gezegd, ik ga hem naar zijn linkerbeen dwingen en de rest laat ik aan mijn keeper over. Hij praat zo stoer, hè? Jullie zien. Ik ben gewoon. Maakt niet uit dat ik snel moe ben, dat is geen excuus. Maar jullie zien. Ik ben gewoon veel sneller met de bal dan Paulo. Niet lachen, hè? Niet lachen. Ik moet hem gewoon afmaken. Ik spaar hem. Dat is niet goed. Denk je echt dat deze man mij langs... Ik doe het. We zeggen eindigt in een gelijk spel. Maar keeper, hoe vond jij het gaan? Leuke spannende pot. Ja? Ik hoop op een partout. Paul, hoe vond jij het eigenlijk gaan? Helaas gelijk spel, maar... Hij zegt helaas. Boys, wie had eigenlijk echt moeten winnen? Paul! Ja. Uiteindelijk is het geëindigd in een gelijk spel. Maar gaan we voor een partout? Ja, we gaan zeker voor 5.000 likes gaan we voor de partout. 5.000? Hoeveel? 5.000. Oké, mensen, vinden jullie dat een goed idee? Ja! Mensen thuis, 5.000 likes, part 2. Dankjewel voor het kijken. Tamer, laat jullie horen! Ja!